Oh, wat heb je alles? Ja, paspoort, koffer. Vergeet het belangrijkste. Mijn skis. Kun je voor niets naar een miljoen ruilen? Wij denken dat het kan. We zijn begonnen met een gratis konijn. Dat hebben we geruild voor een halogeenoven, een dakpannenlift, een week werk van twee timmermannen, twee optredens van de Kik, een exclusief kunstwerk, een zeldzame Rolls Royce, een luxe wellnessarrangement voor 150 personen. En vandaag zijn we op weg naar het appartement dat we net geruild hebben. We komen nu aan in een plaatsje en het heet Altrijgnau. En het ligt op het drielandenpunt Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk. En je ziet hoe mooi het hier is. En het is echt een heel bijzonder gebied. Ja. Want de ene dag kun je gaan winkelen in München. En de volgende dag kun je uit eten in Praag. Ik ben wel benieuwd, Stefan. Ja, ik ook. We hebben toch een beetje op de gok dit geruild. Ja, we hebben eigenlijk alleen maar foto's gezien. Spannend. Spannend, ja. Hoe lang nog? 13 minuten. Links afslaan. Scherpe bocht naar links. Daarna bestemming bereikt. Let's go. Let's go. Hoe weet je dat we omhoog moeten? Tweede verdieping. Kan je hier een spannend muziekje onder monteren? Zo'n liftmuziekje. Wat zijn er? 48. 48? We zoeken 48. Ik maak het licht. Oh, dat is de bel van de buurder. 49. 48. Wow. Cool. Dit is het. Wow, Stefan. Wow. Oven. Koelkast. Het is allemaal van ons. Alles is van ons. Badkamertje. Badkamertje. Met een bad. En vloerverwarming. Vloerverwarming ook nog. Het is ook nog eens echt een luxe appartement. Wat is dit? Nog een kamer. Nog een kamer met een stapelbed. Dit is badkamer 2. Dit is badkamer 2. Stefan, dit appartement heeft 6 bedden. En sommige bedden zitten in een kast. Wow! Nog een televisie door erbij. Alles hoort erbij. De complete inboedel hoort erbij, Stefan. Dat is ook van ons. Dat is ook van ons. Gek. En hij doet het ook nog. En we hebben ook nog 2 balkons. Dit balkon. En dit balkon. Stefan, ik stel voor dat we nu eerst hier de bergen inrijden. We gaan skiën. Welkom in het Beirische Woud. Geweldig, hè? Ja, man, dat is hier een paradijs. Net nog in ons appartement en nu alweer op de skipiste. Zullen we een van die andere pistes gaan proberen, Stefan? Ja. Thank you.
Even oefenen nog. Gaat ie? Ja hoor, Stefan. Albert, dit is mij niet voor te stellen. We zijn begonnen met een gratis konijn. En we hebben nu een 6-persoons appartement midden in een wintersportparadijs.